Ik ben Bas en ik ga komende woensdag een haartransplantatie doen bij Bo-Kliniek. En dan zou je zeggen, een haartransplantatie? Waarom? Nou, ik zal het je laten zien, want mijn haargrens begint steeds wat verder naar achter te liggen. En daar ben ik best wel wat onzeker over. En ja, er kan wat aan gedaan worden. Dus ik heb zoiets van, ja, waarom ook niet? Dus komende woensdag is het zover en dan ga ik naar Bo-Kliniek. Ik heb een beetje research gedaan op internet van, joh, waar kan het überhaupt? Wat zijn de mogelijkheden? En zo ben ik uitgekomen bij hen. Ik heb bij hen een consult aangevraagd. Waarin ze mij precies hebben uitgelegd van, joh, hoe gaat de dag eruit zien? Wat kan ik verwachten? Enzovoort. En daar heb ik een heel goed gevoel bij overgehouden. En toch echt de keuze gemaakt om het daadwerkelijk te gaan doen. Komende woensdag is het zover. Ik zie er best wel tegenop. Maar ja, hè, wie A zegt, moet ik B zeggen. Het is de hele dag stil liggen, maar we gaan het gewoon zien. Ik laat het om afkomen. En het leuke is, ik ga jullie ook meenemen die dag. Ik ga alles vastleggen, wat ze gaan doen, hoe de dag eruit gaat zien. Dus ik heb er aan de ene kant ook wel weer zin in. Dus ik zou zeggen, we gaan er vast richting de auto en let's go! Goedemorgen. De grote dag onderweg naar Bo-Kliniek. Ze gaan vandaag dus de haartransplantatie doen. Goed ontbeten vanochtend, dus de bodem is gelegd. En nou, ik ga jullie meenemen vandaag. Tot zo! We zijn inmiddels in de kliniek. En nou, dit is waar het straks gaat gebeuren. De arts heeft zojuist de haargrens afgetekend. Dus dit is straks waar weer haar komt te zitten. Dus ik word zo meteen kaal geschoren. Daarna word ik verdoofd. En dan gaan ze beginnen. Ben je klaar voor? Ja. Oh, doe je maar aan. De assistent heeft me zojuist kaal geschoren. Ander gezicht. Maar nu gaan we zo meteen verdoven. De helft van de dag zit erop. Het is me tot nu toe reuze meegevallen. En de arts heeft zojuist sneetjes gemaakt en vanmiddag worden alle haakjes erin gezet. En nu is het even tijd voor een lekkere lunch, lekker koffie, lekker broodje. Super geregeld. Dus op naar de middag. Nou, de middag is aangebroken. De crafts worden nu één voor één door de dames erin gezet. En ja, op naar een mooi eindresultaat. Dus ik zie eens. Ik ga eind van de dag even het resultaat laten zien. Maar tot nu toe liggen we lekker ingepakt. Lekker met een kleedje over me heen. Ik lig prima. Toch, dames? Ja, zeker. Toch. Gaat goed. Yes, we zijn inmiddels weer thuis. En dit is tot heden het resultaat. Zoals je kunt zien, de haargrens is al goed zichtbaar hoe het moet gaan worden. Dus daar ben ik dik tevreden over. De dag is me eigenlijk ook 100% meegevallen. Echt een leuke dag gehad, vooral veel gelachen met het onwijs leuke en lieve personeel. Goede uitleg gekregen over wat ze gaan doen. En ja, dik tevreden. Ik moet wel zeggen dat de verdoving wel wat pijnlijk is. Maar nadat de eerste prikjes zijn gezet, is dat in principe prima te doen. Daardoor voel je eigenlijk gewoon helemaal niks meer. En ja, loopt alles eigenlijk voorspoedig. Dus ja, ik kan niet anders zeggen dan dat mijn reuze is meegevallen. En nu zien die eerste nacht door te komen. Even een paracetamol innemen zo meteen voor het slapen gaan en dan lekker mijn bedje in. En dan hou ik jullie morgen uiteraard weer op de hoogte hoe het gaat.